Yo, what's up iedereen, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag weer reageren op de montages van kijkers. Sorry dat ik de vorige keer niet had geüpload, maar deal with it. Ja, we gaan vandaag weer reageren op jullie montages. Vergeet even zeker niet te liken, abonneer ook even zeker als je nieuw bent. We hebben bijna de 50.000 abonnees, dus push me even. En dan gaan we gewoon weer jullie montages checken zoals altijd. We gaan het zien, let's go. Oké jongens, we zijn bij het eerste kanaal aangekomen, aka Yari. Hij is de eerste die we vandaag gaan checken, let's go. Natuurlijk hebben we de kwaliteit op het hoogst. You know what I'm saying. Alright, let's go. Alright, alright. Ooh, peace war. Ik zeg heel straight, ik had die nummer switch niet verwacht. Die kwam heel onverwacht binnen. Vieze pre-fire. It's gonna be lit tonight. Vies hoor. Lekkere clips heb je wel. Ziet er goed uit, man. Goeie pierce control. Nice. Ook nice dat je veel afwisselt qua creative en in-game clips, man. Dat is wel nice. Dat is natuurlijk wel het beste gewoon, dat je 10 keer achter elkaar aan creative clips zit te kijken ofzo. Dus dat is ook goed ingedeeld. Don't be shy, take control of me. Alright, oh, oké, okay, nice. Ook nog een outro screen erbij, heel erg nice. Ik zag ook dat je een mooie thumbnail erbij hebt toegevoegd, man. Dat is trouwens ook een tip die ik mee wil geven aan jullie boys. Een thumbnail kan echt gewoon iemand toch overhalen om die video aan te klikken. Dus probeer ook een beetje origineel te zijn met wat voor thumbnail je gebruikt. Dat is een kleine tip die jullie kunnen gebruiken. Om even terug te komen over de video. Het zag er goed uit, man, Yari. Lekkere clips. Artstyle was ook gewoon clean. Dus ja man, blijf lekker zo doorgaan. En dan gaan we door naar het tweede kanaal. Let's go. Oké jongens, we zijn bij het tweede kanaal gekomen. Die is van Job FN. Hij is de tweede voor deze. Let's go. Wintro. Alright. Oh, nice. Oeh. Dat is nice gedaan. Ik vind dat wel nice als het perfect gesynct is. Oké, mannen kunnen hybrid spelen en shit. Ik ben al veel hybrid spelers tegengekomen. Nice hoor. Het enige wat ik op mouse toetsenbord kan is gewoon legit rebuilden en een beetje editen. Maar voor de rest, bak krijgt helemaal niks van. Oeh, vies hoor. Trouwens boys, voor de mensen die aan algoritme nummers doen, dit nummer is op dit moment echt nummer 1 algoritme song. Dus mocht je er eentje zoeken, het is volgens mij, ja, Cabo, alsjeblieft. Ja, I see you on the controller. Ja, die zat eraan te komen. Hey, je gebruikt Ali wel lekker als clipbot, zie ik ouwe. Ik zie hem vaak voorbij komen. Maar dat was kinda sus. Oké dan, ja. Oké. Dit was de highlight video van Job, man. Ja, ook jouw video zag er nice uit, man. Lekkere clips. Ook wat mooie controller clips voorbij zien komen. Is altijd wel leuk voor afwisseling. Dus ja, man. Editstaal was ook gewoon clean, net als bij de vorige. Dus ik heb eigenlijk niet echt iets op te merken, man. De videolengte is ook gewoon zeker te doen. Dus blijf lekker zo doorgaan. En dan gaan we door naar het derde kanaal. Let's go. Oké, jongens. We zijn bij het derde kanaal gekomen. Die is van Ribbles. Of ik weet niet waar de X voor staat. Ribbles FN, I guess. En ik denk dat dit een over-edited video is. Dat is wel te zien aan zijn thumbnail. 9 van de 10 keer kan je dat toch
toch wel gewoon aan de thumbnail zien als iemand een over-edited of een clean-edit video heeft. Maar ik denk dat we hier een over-edit te pakken hebben. Let's go. Hide. Ja. Eventjes sirenes. Excuses voor de sirenes, jongens. Dat heb je hier ook wel vaak in Amsterdam. Oké, een klein beetje. Dat eerste effect was wel mooi over-edit, maar de rest is eigenlijk allemaal. Oké, hier heb je ook nog. Merendeels clean effecten, maar. Toch tenminste iets anders dan de vorige. Oh, hij heeft nog een headshot. Ziet er wel gewoon nice uit. Daar voor me. Mooie transition. Oké. Wat de f**k is hij? Staat gewoon legit stil. Oh my god, shit. Slow mo. Trouwens boys, vergeet even zeker niet deze video te liken. Vergeet even zeker niet op te abonneren als je nieuw bent. En dit was de highlight video van Last VFX. Ja, ik om eerlijk te zijn, aan de thumbnail te zien dacht ik dat we echt een over-edited video zouden zien. Maar helaas. Maar voor de rest, natuurlijk los daarvan, zag het er gewoon nice uit. Ik heb niet echt iets gezien waarvan ik denk, kan je misschien de volgende keer op letten. Dus man, je doet het gewoon goed. Blijf lekker doorgaan. En dan gaan we door naar het laatste kanaal boys. En die sluiten we af met een consolespeler. Let's go. Alright jongens, we zijn bij het laatste kanaal gekomen. Die is van Wolver. En hij heeft het nummer gebruikt die ik ook al eens een keertje heb gebruikt. Van Central C. En die andere Franse rapper. Trouwens bro, ik zeg het nu alvast gewoon even. Ik zie dat je op een next gen speelt. Dat is gewoon perfect natuurlijk. Kwaliteit is dan gewoon altijd wel gewoon nice. Maar ik raad het je wel aan, op de edit in ieder geval, om te renderen in 1440p. Zo voorkom je gewoon meestal gewoon dat, die pixels man. Gewoon dat blurigheid. Zoals je, ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Maar je ziet gewoon toch wel gewoon dat het niet heel erg scherp is. Ondanks je misschien opneemt in 1080fps, raad ik het je wel aan. Let's go. Want ik heb namelijk wel console video's gezien met veel betere kwaliteit man. Dus dat kan jij ook. Want je hebt next gen. Het is gewoon best wel zonde. Want ik zie wel er is wel tijd gestoken in deze video zie ik man, qua effecten. Dat zie ik wel gewoon. En dan is het gewoon zo zonde dat de kwaliteit het gewoon verneukt. Zonde. Ja, blijkt wel een nice nummer hoor. Voor de rest ziet het er eigenlijk wel gewoon goed uit man. Het is alleen jammer van de kwaliteit. Oké, nice. Ook een outro screen is altijd ook wel nice om te zien. Dit was de edit video van Wolver. Ja, zoals ik net al aangaf bro, eigenlijk het enige wat mij opviel was gewoon je kwaliteit man. Voor de rest heb ik er eigenlijk niet echt op iets aan te merken man. Lengte van de video is ook gewoon top. Lekker nummer gebruikt. Clips waren ook gewoon zeker nice. Alleen jammer van de kwaliteit man. Ik zou er wel echt de volgende keer op letten, want je kan makkelijk veel betere kwaliteit hieruit halen. Ik heb andere video's gezien van kijkers en die waren wel gewoon nice. Dat was dit het einde van de video jongens. Wil je ook graag gecheckt worden in deze serie? Vergeet dan even niet om #present in jouw titel te zetten. Speel je op console? Doe ook even net als hem console erbij zetten, zodat ik je makkelijker kan vinden. Vergeet ook even zeker niet om mijn merchandise te checken boys. Er komt één deze dagen weer nieuwe merchandise in de webshop. Dus check even het linkje in de beschrijving. Vergeet even niet te liken. Vergeet even niet te abonneren. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk terug bij een nieuwe livestream of bij een nieuwe video. Ciao!